Voor Peter van Ooyen is het een prachtige dag. Vanochtend zette hij zijn handtekening onder een contract dat hem tot en met 2014 aan PSV verbindt. Ja, ik zit hier al meer dan 10 jaar in de jeugdopleiding. En ja, dan kijk je hier naar uit om vast bij het eerste te komen. En opeens was hij er, in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Mocht hij meedoen in de oefenwedstrijden en liet hij zich zien op het middenveld. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht van, hey, nu waar ben ik er, is misschien een groot woord, maar nu heb ik een hele grote stap gezet. Nou, eigenlijk al vanaf de eerste training ging het al meteen goed. En als het dan 1 keer minder ging, dacht ik al meteen van, ja, misschien moet ik daar ook weer terug naar 2e of zo, maar ja, ik kreeg veel vertrouwen van iedereen dus, en ik mocht steeds terugkomen. En nu zit ik ook in de kleedkamer hier. Peter van Ooyen, kind van de hertgang, sinds 2003 PSV'er. En nu niet meer in de jeugd, maar bij het eerste helftal. Aan de hand van al die ervaren middenvelders. Ja, natuurlijk van Bommel helpt me heel veel. Maar ook alle andere middenvelders, Stroopman en Engela helpt me ook heel veel. Daar heb ik toch heel veel steun aan gehad. Dus. Nou, dat heeft geholpen. De buitenwereld, hè, het grote publiek, leerde jou meteen kennen bij die Europa League wedstrijd. Was dat voor jou ook het moment? Ja, dat was het echt. Ja, dat was super. Ja, dat had ik zelf ook niet verwacht dat het zo ging. Ik had eerder van ja, dat ik gewoon een goede wedstrijd neerzet. Als dat ik ook nog 2 van die doelpunten binnenschiet. En dat allemaal tijdens zijn debuut. Later speelde hij ook nog tegen AEK Solna en Napoli. En de bekerduels met Achilles, EAC en Rijnsburgse Boys. Maar van Ooyen wil meer. Ik wil sowieso vast bij de selectie blijven. Niet dat ik ja, 1 keer wel op de bank en dan weer op de tribune. Sowieso vast de waarde wordt. En ja, daarna zo heel rustig aan gaan spelen. Vader van Ooyen keek aan de zijde van Mark van Bommel en Tini Sanders trots toe. Hoe zijn zoon zichzelf het mooiste verjaardagscadeau gaf. Morgen wordt hij 21.